Vanaf het moment dat Microsoft zijn eerste Surface tablets uitbracht, was er altijd keuze uit twee opties. Een goedkope Surface met Windows RT en een duurdere Pro-versie. Ondertussen is duidelijk geworden dat Microsoft Windows RT min of meer laat doodbloeden. En daardoor leek er van de Surface Pro 3 ook geen goedkope versie te komen. Maar bijna een jaar na de introductie van de Surface Pro 3 kwam die goedkope versie er dan toch. Hij is wat kleiner geworden, maar verder lijkt de Surface 3 als twee druppels water op zijn grote broer. Die gelijkenis met de Surface Pro 3 blijkt natuurlijk uit die lichtgrijze behuizing, die voorzien is van de kenmerkende kickstand die helaas niet meer traploos, maar nu in drie standen te verstellen is. De tablet weegt 620 gram en dankzij de stevige magnesiumbehuizing krijg je het gevoel dat je met de Surface 3 echt een high-end product in handen hebt, ondanks dat dit dus de goedkope versie van de Surface Pro 3 moet zijn. En ook als je naar het scherm kijkt, dan merk je dat de Surface 3 best een high-end product is. De tablet heeft een 10,8 inch scherm met een resolutie van 1920x1280 pixels. En die kenmerkende 3:2 beeldverhouding van de Surface Pro 3 is ook overgenomen. Die extra verticale ruimte vinden wij eigenlijk voor vrijwel alle situaties, op films na dan, lekkerder werken dan de veelgebruikte 16:9 schermen. Daarnaast is het ook nog eens een heel goed scherm. De helderheid is lekker hoog, het contrast is goed en het scherm is bovendien ook nog eens goed gekalibreerd. En tot zover verschilt de Surface 3 eigenlijk nauwelijks van de Pro 3. Behuizing en scherm zijn even goed, maar die lagere prijs moet toch ergens vandaan komen. En de oorzaak van die lagere prijs vind je aan de binnenkant van de tablet. Er zit namelijk geen Core, maar een Atom processor in en die is niet zo snel. Fotobewerkingssoftware draaien zit er dus, ondanks dat goede scherm, niet in. En ook het flashgeheugen zorgt ervoor dat de Surface niet zo snel opstart en niet zo vlot aanvoelt als laptops en tablets die over een echte SSD beschikken. Voor webbrowser en Office is het ding natuurlijk prima geschikt, maar veel moeilijker moet je het hem niet maken. En uiteraard heeft ieder nadeel ook wel weer zijn voordeel, want de Atom processor is zuinig. Daardoor heeft hij geen actieve koeling nodig en heb je dus geen last van hinderlijk fangeluid. En door de lage energieconsumptie komt de Surface 3 met een kleinere accu toch op dezelfde accuduur als bij de Surface Pro 3 uit. En met ruim 7 uur kom je een aardig eind. Bovendien is opladen makkelijker geworden, want de Surface 3 heeft een micro-USB aansluiting gekregen, waardoor je vrijwel iedere smartphone lader kunt gebruiken om het apparaat van wat extra prik te voorzien. Het mooie scherm, de stevige behuizing en de goede accuduur komen wel met een prijs. Een prijs van €600 voor de goedkoopste en €730 voor de duurste Surface 3, om precies te zijn. En dan heb je dit ding, de Type Cover, er nog niet eens bij. Dat kost nog eens €150. En ook de stylus, die je bij de Surface Pro 3 er wel bij krijgt, moet je los aanschaffen en dat kost ook nog eens €50. En dat maakt de Surface 3 wel een hele prijzige tablet, want hoe mooi het scherm en hoe stevig de behuizing ook zijn, de Surface 3 blijft een Windows tablet met een Atom processor. Een Asus T100 of een Acer Aspire Switch met Full HD scherm heb je voor minder dan €500. En die zijn vrijwel even snel als deze Surface en het toetsenbord krijg je er dan wel standaard bij. Kwalitatief gezien behoort de Surface 3 tot de beste Windows tablets die we de afgelopen tijd getest hebben. Maar als je een Surface 3 overweegt, weet dan wel dat je daar flink voor betaalt. Dat het toetsenbordje en de pen kostbare opties zijn en dat je niet al te veel van de snelheid moet verwachten. Bovendien is het prijsverschil tussen de duurste Surface 3 en de goedkoopste Surface Pro 3 niet groot. En dat alles maakt de Surface 3 misschien wel een groter niche-product dan de Surface Pro al is. Yeah.